De Bomenwijk in Ranst dreigt op zoek te moeten gaan naar een nieuwe naam, want in drie straten, de Dennelaan, Berkelaan en Lindelaan, zullen alle samen 162 bomen gerooid worden. De bomen moeten verdwijnen om noodzakelijke onderhoudswerken van Eandis mogelijk te maken. In één straat, de Dennelaan, zullen deze kersttruinen met rode bladeren zeker niet heraangeplant worden, omdat dat technisch niet mogelijk is. En dat is niet naar de zin van de bewoners. Binnenkort komen er werken, onderhoudswerken van Eandis, gasleiding, elektriciteit. Ja, dat is nodig. Wat er wel niet mag gebeuren, is dat al die bomen hier, die 126 mooie sierbomen, die een speciaal karakter geven aan deze laan en de omgeving, dat die verdwijnen. Dat gaat hier een kaal zicht worden, dat gaat hier echt een betonnen straat worden en dat betreuren wij allemaal, denk ik. De bewoners overhandigden vandaag een petitie aan de Randse burgemeester Lode Hofmans. Die zegt dat hij niet anders kan dan het advies van Eandis te volgen. Maar hij zegt dat er geen groen verloren gaat. Voor het correct uitvoeren van die werken is het onmogelijk om die bomen te behouden. We hebben dan advies gevraagd aan Natuur en Bos en die hebben gezegd, ja goed, als het zo is, dan moeten die bomen daar weg. En we hebben dan wel gezegd dat wij zelf die compensatie zouden doen. Dat wil met andere woorden, wij gaan 162 nieuwe bomen aanplanten, proberen daar ergens in de omgeving uiteraard. Hofmans heeft wel begrip voor de verzuchtingen van de bewoners en belooft dat er woensdag tijdens het college nog een boompje opgezet wordt over de hele discussie. Ook een sierboom.